Heren, Arne Woudwijk en Hans Visser, wij staan hier bij de kroon van Franciscus van Assisi. Dat is een kunstwerk van Arne Woudwijk in de tuin van de pastorie van de Roomse Tsjerke in Burgum. Het is een kunstwerk met 12 lietse beeldjes. En de kroon van Franciscus van Assisi is de titel. Waarom deze titel? Nou, het is namelijk zo van Judy Franciscus, dat wie een man die kwam op voor arme mensen. Hij kwam op voor de hele natuur. En ik vind dat zo'n man dus eigenlijk wel een kroon verzinnen had. Nou, zo zullen dat misschien zelf net van hè. Maar ik vind dat al. Dus vandaar dat ik uitgang ben van een kroon. Het bestaat uit 12 litere beeldjes. We kunnen ze net alle 12 nemen. Maar het zijn meest vogels en beesten, hè? Ja, nou, nou ben het, mag ik je even corrigeren, ben 13 beelden. Ben het, maar dus het zijn eigenlijk Jezus en de 12 apostelen. Dat mag het eigenlijk voorstellen. En die haak dus uitbeeld in, voor een groot gedeelte in vogelfiguren. Nou ben ik begonnen met Jezus als lieve heerbeestje. En daar hing het een legende, hing het daar aan vast. En misschien is het wel leuk om die legende even te vertellen. In de middeleeuwen was er een man en die was onschuldig. En die kwam op, die zoon ze op het schafot zetten. Dus hij hier de holle al daar lijn op het schafot. En de beul die zou de holle eruit slaan. Maar hij mocht zijn laatste wet mochten nog zitten. En toen zei hij van, ik ga mezelf verzoend om daar te gaan. Maar let toch alsjeblieft dat lieve beestje van de Heer, let dat in leven. Dus toen zei de hele goede gemeente en de rechters die zei van, lid deze man vrij, want deze man is onschuldig. Dus vandaar dat lieve heerbeestje. Hans Visser, jou steen je rek bij. Jou bent een bewonderaar van Arne Woudwijk, heb ik begrepen. Zeker, ja, zeker. Een hele grote bewonderaar, ja. Ja, we staan hier bij een heel bijzonder monument. Je hebt het al genoemd, de kroon van Franciscus. Maar het is ook een bijzonder mens waar we hierbij staan. De kunstenaar Arne Woudwijk uit Drachten. Als parochiebestuur van destijds vonden wij het belangrijk om dit monument of dit kunstwerk in bezit te krijgen. Omdat wij een bijzondere band hebben met Franciscus. Door middel van de Franciscaan Pater Doesburg. Die had ook een grote maatschappelijke betekenis voor Burgum. En nou, dat was dus voor ons heel belangrijk, omdat als het ware ook door middel van een kroon dat werk ook vast te leggen. Het is dus echt een beetje een eerbetoon aan Pater Doesburg. Het is ook een eerbetoon, zeker een eerbetoon aan Pater Doesburg, maar door Franciscus. Hè, Pater Doesburg was een volgeling van Franciscus. De stenen staan rondom de boom, mooi om deze beuk, en dat symboliseert ook hij omarmt als het ware de natuur. Kenmerk van Franciscus was, vooral de eenvoud, de waarachtigheid en het geloof. En dat zijn ook de kenmerken van Anne, van deze man. Ja, en daarom voelden ze zich beide waarschijnlijk ook zo tot elkaar aangetrokken. Franciscus was een monnik in de middeleeuwen. Toen de mensen niet meer naar hem wilden luisteren, sprak hij tot de dieren. En het bijzondere van dit kunstwerk is eigenlijk dat Anne door deze dieren, de dieren tot ons laat spreken. Dit is mooi, Woudwijk, daar kan je het wel met waan denken. Ja, ik vind het heel mooi dat mensen dus, dat mensen sjoggen wat ik bedoeld heb met het beeldhouwwerk. Dat vind ik dus het allermooiste. Ik ben net een beeldhouwer die bijvoorbeeld beelden maakt van dat maakt de mensen zelf maar uitvesten. Ik had duidelijk een bjatskip. En die bjatskip die erachter zit, vind ik altijd mooi dat mensen die oppikken. Heren, tegen dank.